Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warkel, oftewel Wart, en ik ben hier weer met Rune. Goedendag. En hallo. Vandaag, ik weet, vorige week heb ik niet geüpload. Ik ga zeggen, ik zou zeggen van ja, geen tijd, school en shit, maar nee, ik ben het gewoon ronduit vergeten. Ik kwam er donderdagavond om 8 uur achter dat ik geen video had online geplaatst en ik was echt zo van fuck, wat moet ik nu doen? En het is ook terug school na een vakantie, een leuke vakantie. Dus dat ligt daar ook aan, omdat ik minder kan gamen natuurlijk. Maar ja, we hebben een hele streamstreak achter de rug. Dus ik vind dat het wel eens kan, hè, zo eens een keertje een video overslagen. Maar wat wij vandaag gaan doen is een voertuig kopen, maar... ik heb op Instagram gevraagd, op mijn Instagram, en het linkje staat normaal ergens in de beschrijving, of je kunt dat normaal ergens wel vinden, ik weet niet. Anders niet, het heet Warakro YouTube, normaal, of YouTube Warakro, zoiets. En ik heb dus gevraagd aan mensen voor te voten, en in totaal zijn er 14 votes. En het is tussen de Savage, een heel erg bewapende helikopter... Of een Kanjali, een heel toekomstig, futuristisch tank. En ja, er zijn 7 votes op de Kanjali en 7 op de Savage, dus het is 50-50. We gaan daar verandering in brengen. We hebben allebei aan een paar mensen gevraagd, maar die antwoorden niet zo snel, want we hebben die echt gewoon 2 seconden geleden dat gevraagd. Dus wij gaan het aan Google vragen. Normaal gezien, als ik het codewoord zeg, gaat Google hier luisteren en jullie kunnen dat normaal horen. Dus ik ga hem een vraag stellen, of haar, het is eigenlijk een haar. Ik ga haar een vraag stellen van een getal te kiezen tussen 1 en 2. En als ze 1 kiest, is het de Savage. Als ze 2 kiest, is het de Kanjali. Dus hey Google! Is het niet oké Google? Oké Google! Kies een getal tussen 1 en 2. 2. Oké, 2. Dat is de Kanjali. Het was 2. Dan gaan we de Kanjali kopen. Maar ik heb genoeg geld om het te kopen. Maar mensen denken dat ik shortcards koop. En ik vind het niet leuk dat mensen dat denken. Want ik koop niet zoveel. Ik koop soms een shortcard, maar niet heel vaak. Dus ik ga bewijzen aan mensen dat ik niet altijd een shortcard koop. En dat ik eigenlijk al die video's die ik de laatste tijd heb gemaakt, dat is allemaal zo heel veel geld weggeven en shit. Maar eigenlijk, daarna... Ja, heb je gekke ijs gedaan, hè? Ja, geld verdienen ook, maar ook veel geld weggeven. Maar daarna, na die video of na die stream, verkoop ik dat meestal. Ik heb nu 2 vehicles. Vehicle dat we hebben gekocht in in een van mijn streams. En Rune, ja, ik heb het u ook nog niet meegedeeld, maar die ga ik dus verkopen. Want het ding is, ik gebruik dat ding nooit. Ja, die onderzeeër ding. Maar ik gebruik dat ding echt nooit. En het is ook heel onveilig tegen small arms fire, zeg maar. Het kan echt... Allee, het heeft geen bulletproof windows en het heeft zoveel glas dat je echt gewoon overal kunt worden beschoten. En ik ben een paar keer in public servers gegaan en ik kon echt geen 10 seconden overleven bij andere mensen. Dus dat ding ga ik verkopen, maar eerst en vooral... Ga ik een ding verkopen dat ik nog minder heb gebruikt dan de Toreador. Maar dat bijna evenveel kost. En ik ben net over mijn ding gegaan. Ik ga trouwens even dit ding buiten laten staan. Want anders gaat hij weer in deze garage. En dat is weer heel kakka. Maar eerst ga ik mijn andere ding verkopen. En ik vergeet de naam altijd. Alleen niet altijd. Ik vergeet de naam nu. Omdat ik echt gewoon... Ik weet niet waarom. Ik weet wel hoe dat ding heet. Even 5 seconden wachten. Ik weet wel hoe dat... Beschrijf het. Het heeft geen dak. Het kan springen. Het heeft een boost en ik gebruik het nooit. Toreador. Nee, ja, dat heeft wel een dak, hè.
Maar dat ga ik ook verkopen. Dat is de Toridor. Dit ding ga ik eigenlijk ooit ook eens verkopen. Maar oeh, is hij kapot? Ik heb hem denk ik kapot gemaakt. Ik was ooit eens, ik was eens een keertje daarmee aan het rijden, omdat ik er nooit in rijd. En ik vind het. Het is gewoon zo. Allee, ja, ik weet niet, ik gebruik het nooit. Vortex is het niet, Cyclone is het niet. Hier staat hij. De Scramjat. De Scramjat. Ah, maar poep, maar mevrouw. Die mevrouw. Oh, heeft hij dat echt gewoon. Ah nee, oké, ze heeft hem wel hier gezet. Goed gedaan, mevrouw. En ja, ik vind hem ook niet heel mooi. En ik vind hem gewoon niet chill, want ook gewoon als je rijdt en je wilt je boost gebruiken, het kleinste randje, het kleinste autootje dat in de weg staat en je vliegt 20 kilometer in de lucht en je komt nooit meer terug en je landt altijd in het water. En ja, het is niet leuk, want dan moet ik altijd 10k betalen. Maar het is wel leuk om gewoon zo te boosten als je niet crasht. Maar het ding is, allee, ik gebruik het nooit. Ik gebruik het nooit. Dus deze aflevering ga ik denk ik meer geld opdoen aan auto's die ik nooit gebruik. Dan dat ik het ga wegdoen aan een dik Kanjali. Kanjali. Oh. Gaat echt verceptie gaan, hè? Ik dacht echt gewoon. Ik dacht echt dat je dat hier moest pimpen. Blijkbaar niet. Ah, fuck. Ik heb mijn terabyte opgeroepen. Ik moest mijn MOC oproepen. Oké, zo. Nu kan ik toch wel mijn MOC. Ja, maar er is zien, niks. Je gaat die Kanjali kopen. En je gaat zeggen. Ik kijk gewoon de savage. Ja, maar. Google heeft gekozen en mensen hebben gekozen. Zeven mensen hebben voor de Kanjali gekozen. En het ding is, dat ding, allee, dat is echt best goed. Je kunt daar alleen in zitten, je kunt daarin soloen, maar je kunt daar ook met meerdere. Maar, ik ben niet zeker. Ik weet niet of ik een Kanjali wil eigenlijk. Want de helikopter is wel echt gewoon chiller. Dus met andere woorden, ik ga best out of 3 ga ik doen. Dus ik ga nog 2 keer aan Google vragen. De eerste keer was Kanjali. De eerste keer was Kanjali. En ik ga nog 2 keer vragen. En dus als het nu 2 is voor de Kanjali, dan... Dan ga ik sowieso de Kanjali kiezen. Als het 2 is. Ja, als het nu 2 is, is het sowieso de Kanjali. Als het nu 1 is, dan gaan we nog eens doen. En als het dan nog eens 1 is, is het de Savage. En als het dan nog eens, als het dan nog eens 2 is, is het de Kanjali. Dus we gaan zien. Hey Google, ja. Kies een getal tussen 1 en 2. Hier heb je een willekeurig getal 1. Oeh, 1. Dus we moeten nog een keer aan Google vragen of het de Savage is of de Kanjali. Want nu hebben ze allebei 1 stem. En we gaan zien. Eigenlijk wil ik toch meer de Savage. Maar. Hey Google. Kies een getal tussen 1 en 2. Hier heb je een willekeurig getal 1. Het is de Savage, jongens. Het is de Savage. Dan gaan we toch de Savage kappen. Ja, start eerst misschien een CEO. Maar zou ik dit ding eigenlijk wel kunnen verkopen? Want als het in de MOC is. Ik hoop het. Loop je ineens rond met 2 miljoen aan cash? Mooi is het. Ja, tuurlijk. Waarom ook niet? Want, heb je een aalmoes voor mij? Ja, joh. Hier. Ja, oké. Ik kan hem bestellen. 1,3 miljoen krijg ik ervoor. Dit ding was 7 miljard of zo. Oké, dat is misschien een klein beetje overdreven, maar.
Ik weet eigenlijk niet meer waar ik dat andere ding moest pimpen, maar was dat ook hier? Toreador. Ja, de Toreador. De Toreador. Nee, dat was gewoon de Los Santos Customs. Ja, ja, dat dacht ik al. Oké, okay, maar ik ga dan eerst eens kijken hoeveel dat ding kost. Want eigenlijk, ja, ik weet niet, dat is wel veel eigenlijk. Ik ga gewoon helemaal naar beneden scrollen, gewoon helemaal naar beneden scrollen. Wacht even, Valkyrie. Nee. Okay. Hier, ik ben er langs gegaan. Hier is de Valkyrie. Ah, hier is hem, de Savage. En ik heb geen trade price. Ik weet het, dat is best veel eraf. 700k, alleen nee. 650k. Maar daarvoor moet ik Pacific Standard Convoy doen. En ik heb daar gewoon op dit moment geen zin in. Dus 2.5. Ik ga eerst heel even, dankjewel dat ik bij jou mag instappen, Rune. Ga ik heel eventjes mijn goede vriend Mechanieke bellen. Ah, ik dacht Pavel. Pavel. Uwe nieuwe ring route. Is dat... nee, daar staat hij niet. Hier staat hij ze. It's coming at you. Kijk. Hij staat hier. Thank you for driving me, Runa. By the way, nice Mustang. Dit ding kan geen 360 graden doen op off-road. Dat is wel kakka. Dat was ook wel kakka. Man, ik heb hier sportwheels op gezet. Ja. Kijk, dit is wel een probleem, hè. Oké. Daar staat de Toreador en die gaan we ook verkopen. Oh, dammit. Ik heb hem geraakt. Dat was heel kakka. Ik hoop dat ik geen dingen moet betalen, want dan wil ik wel een euro van u zijn. Als je mij kilt, krijg je 100, denk ik. Nou, maar daar heb ik ook geen zin in. Dan moet ik missiles verspillen. Hè? Hey. Oké, wil je erbij komen of... Nee, verkoop hem maar. Ik vind hem er nog altijd best wel... $100! Ik wist het, hè. Ik vind hem nog altijd vet uitzien met dat rood, maar 2,3 miljoen! Dan heb ik nu erbij gekregen om deze twee auto's te verkopen. 3,6 miljoen! Oké, man. Dan gaan we nu een hele cool ding. Ik zou ze denk ik al bij kunnen kopen met zoveel geld. Maar dat gaan we niet doen. Ik zit niet pimpen. Ja, nee, dat is ook waar. Ik ga maar terug. Ik ben op zoek naar een airfield. Ja, airfield. Ga anders maar naar hangar. Hangar. Oké, 2,5 miljoen eraf. En ga ik even dat geld van de ruis op mijn bank zetten. Ik heb nog over, vrij veel zelfs. Zo. Wajo. Oké. Dan gaan we nu gewoon de Valkyrie rijden. Gaan we. Savage. De Savage. Ah, de Valkyrie koopt, ga ik je slaan. Maar de Valkyrie op zich, dat is op zich wel vet. Ja, maar je kunt daar niks in doen als je nu eentje daarin zit, man. Dat is ook waar. Je hebt minstens één iemand anders nodig, want anders is dat gewoon poep. Mm-hmm. Maar dat is ook wel met de APC, hè? Ja, een beetje, maar je moet wel elke keer stil gaan staan naar je hand. Maar op zich, het ding is, je moet niet landen voor dan even in de andere seat te gaan zitten. Dat moet niet. Dat moet niet. Oké, wacht, ik zal anders... Ik denk dat Pegasus gaat zijn eerst, hè, want ik heb hem al... Pegasus zijn. Daarmee zei ik, laat gewoon naar Grens Nora gaan.
Waar staat Pegasus? Helemaal onderaan ergens. Ah, hier hè. Pegasus. Dan kan ik het zelfs al bellen. Ik weet niet, ik heb niet opgelet. Helikopter. Oeh, Savage. Ja, kijk, hij staat hier. Kijk! Doe eerst CEO, man. Ah ja, ja, wacht. Ja, kan die ook zien, wel, denk ik. Ja, anders gaat hij misschien zelfs weg. Zo. Oké, yeah. Waar is hem hier? Daar, rechtdoor. En dan naar rechts. Naar rechts. En nu heel hard rechtdoor. Nieuw. Het is mis. En dan zie je hem. Oh, aha, rechts. Oh, ah. Wajo, dit ding is vet. Holy shit, man. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind en kijk, het leuk. Ook een gekke minigun. Ik denk dat jij die minigun kunt besturen, want ik heb namelijk volgens mij de grote. Oh, ja, ik heb de grote. Wajo, die wielen ja, ook. Ik vind die wielen vet. Ook het launcher. Kijk dit dan. Ik ken dikke rocket launcher. Ja, man. Dit ding is eigenlijk echt gewoon goed. Ik ben blij dat ik dit ding heb gekozen. Ik wist niet dat jij een rocket launcher had. Waarom gaat mijn ding niet naar binnen? Misschien moet je wielen. Dat duurde een beetje te lang voor mijn gevoel. Oh, maar dit ding ziet er vet uit. Wajo. Het is fucking traag. Oké. Let's see, vriend. Oké, modify aircraft, respray. Ik zie dat niet. What the heck, we gaan dat niet chrome doen. Allee, jij gaat dat niet chrome doen, want dan ga ik map zwart. Oeh, dit ziet er wel vet uit. Ja. Ik kan ook die Zanduko dingen zien. Kun je dat ook zo... Oh, maar je hebt ook zo... Als je zo een beetje lichter doet, zo... Als je zo doet, dan zie je zo die contrasten nog. Blauw kan ook. Maar ik kan ook nog zo classic. Maar nee, ik vind classic minder. Ik vind mat zo beter. Ice white. Ik denk dat ik hem... Oeh, dit ziet er ook nog vet uit. Maar allee, er is niet veel verschil eigenlijk. Dark red. Lime green, sowieso. Wajo, dit ziet er eigenlijk echt nog vet uit. Oké. Oeh, dit ziet er ook vet uit. Dat is wel cool. Forest green. Maar ik denk dat ik hem zwart ga doen. Ja. Oké. Zo, en dan... secondary. Zo, wacht hè. Oeh, met dat donkerrood was dat wel cool. Dat donkerrood, dark red. Oeh. Dit heeft inderdaad wel iets. Maar ik dacht ook misschien dat geel. Omdat je van achter aan die start heb je ook dat geel. En op de einde tipjes van de dingen, maar ik weet niet. Ik weet niet, ik vind het. Misschien zo nog, zo dat groen. Ah, dat groen staat ook wel cool, ja. Ja. Maar ik vond dat rood inderdaad ook wel vet. Ik ga met dat rood gaan, zo. En dan kan ik remove aircraft doen. Dat gaan we niet doen. Dit is alles. Dit is alles. Exit hangar. Maar met alles, alles is best veel. Alles ja, is man. Best veel. Wajo, maar ik vind dit ding er vet uitzien. Wajo. En ik kan ook gewoon meekijken met hoe dat jij zit te kijken. Ja. Oké, laten we wel mensen bombarderen. Wat gaan we doen? Gewoon mensen bombarderen. Allee, ja, bombarderen. Meer gewoon zo. Gewoon als we mensen zien op de... Oké, nee, dat is moeilijk. Moeilijk! Best moeilijk. Ja, moeilijk. Hij is wel nu al aan het roken. Hoe is die man niet dood? Oké, die is wel dood. Oké, het is, laten we zeggen, moeilijk om te besturen. Maar als je het eenmaal kunt,
dan is het wel leuk om te doen. En ook echt gewoon heel overpowered. Want echt gewoon, je zet gewoon aan het sprayen. En je hebt een kill. Ik kan nu vliegen met mijn wieltjes uit, omdat het een klein beetje, ja. Maar je kunt ook zo met die wieltjes uit, kun je zo bepaalde dingen doen. Allee, met wieltjes uit zet je iets minder accuraat dan met wieltjes aan. Met wieltjes in bedoel ik. Je zet ook minder snel, maar je kunt, allee, je kunt zo bijvoorbeeld als je zo lager doet, dan kun je wieltjes uit doen. Dat je dan ook een beetje trager gaat en dan kun je ook tegen een paal crashen. ik moet nog leren, oké? Ik moet nog leren. Maar ik dacht ook een vehicle work te doen. Haulage, wacht, air freight, het hunter. Wacht, asset recovery, steal one or more vehicles. Ik denk dat we daarvoor in een grotere sessie moeten gaan. Kunnen we ook andere mensen even afknallen, hé? Hey? Ja. Ja, dan gaan we even in een andere server. Ja, maar oké, okay. We zijn terug op GTA. Het duurde heel even voor een server te vinden wat dat goed was. Ondertussen is deze server ook alweer best druk, maar... Ja, daar kunnen we ook niet veel aan doen. Wij gaan VIP work. Een air freight. Wacht, is dat air freight? Wacht. Ik ga even kijken, want wat is dat precies? Asset recovery. Wacht, hostile takeover. Ja, het is hostile takeover. En dat willen we het LSAJ. Dan ga ik dat al starten. Dan moeten we daar eerst naartoe gaan. Moeten we dat clearen. Dat is een hangar die we moeten clearen. Dan moeten we daar een koffertje gaan halen. Dus daarbij gaat deze vehicle denk ik echt heel hard, heel goed, heel handig zijn. Er is iets waar we heen moeten gaan. Ja, dat is de missie. Oké. Ja, dat levert niet veel geld op, ga ik zeggen. Maar het is een best leuke missie, vind ik wel. Het is een leuke en originele missie. Ik zie de hangar nu al in de verte. Oh. Kan ik in first person gaan? Oh, dit ziet er vet uit. Ik zie geen alleen een fucking first person. Dus ik kan u ook niet zien. Oké, ik ga misschien wel een beetje naar beneden. Nee. We gaan, kijk, daar die hangar recht voor ons. Die gaan we clearen. We moeten gewoon iedereen daar doodmaken. Dat gaan we met de kanonnen doen. Jij met uw RPG en ik met dit ding. En dan pakken we een briefcase. Oh, wacht, hè. Dat van mij kan er wel kapot maken, hè. Mijn dingen kan er wel kapot maken. Nee? What the fuck? What? Waarom spant daar ineens een Titan? Dat is echt gewoon puur, echt gewoon wat GTA slecht maakt. Dat soort dingen. Dat was echt het domste dat ik in mijn leven heb gezien. What the fuck? Dat ding spande echt gewoon 10 minuten te laat. Jee, nu kunnen we leuk terug rijden. You collect briefcase. Oké, get in the car. Of a car, ook goed. Oké, here we go. Ik vind ook gewoon... Allee, dit is echt gewoon... Dit was echt... We konden gewoon perfect daar gewoon rustig naar binnen gaan. Gewoon iedereen doodknallen. En nee, dan spant er weer een Titan. Fucking get, ja. En daar komt de markt toe op ons af. Ja, ik zie van het. Van de CEO. Uiteraard. Maar ik snap ook niet waarom dat je dat doet. Je verdient daar toch die niet mensen bij. Die verdienen daar misschien maximaal 10k bij. Ja, oké, nee, dit is halen niet. Ik ben gespand in de parkeergarage. Ja, ik ben gespand op een dak.
waar ik niks kan bellen. En die gast is ondertussen al bij die drop-off point. Fucking loser. Dan heb je wel echt gewoon geen leven hoor. Oké, daar eindigt deze video. Sorry voor het kut einde. Maar ja, dat is ook gewoon puur GTA. GTA en GTA. Dat gebeurt er als je in een server gaat waar dat je niet alleen bent. Raad van Nonkel, Rune en Wart. Als je van plan bent om VIP work te gaan doen, maar er zijn andere CEO's, motorcycleclubs of whatever in die dingen. Niet doen. Niet gaan. Tenzij dat je alles op Mark 2 doet. Ja, maar Mark 2 dat is ook weer zo'n kutvirko. En nu heb ik ook gewoon... Ik heb nog altijd 4 sterren. Allee, dat is ook gewoon dom. Je kunt die 4 sterren toch wel even weghalen. Ja. Dat is ook kut. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het geen leuk einde, maar wel een leuke vehicle. Ik span terug met 4 sterren. De hel? Dat ding is toch al lang gedaan? Tot volgende video. En hopelijk is het dan een prettigere situatie. Ga niet in public servers, want ze zijn echt kut. Tot volgende week. Maar hey, je